Hoe werkt de bediening van de nieuwe Opel Combo? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een open systeem of met uitleg over een open model, zoals deze. Dan ben je nieuw hier, bekijk ons kanaal voor het eerst, van harte welkom. En vergeet ook niet om abonnee te worden, dit kost helemaal niks en je krijgt elke week als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Zoals ik al zei, ga ik in deze video dus uitleg geven hoe de bediening werkt van de Opel Combo. Nou, de Opel Combo is er in 3 uitvoeringen. We praten over de Selection, de Edition en de Innovation. Nou, Selection is het basismodel, die laat ik helaas niet zien, maar de Edition en de Innovation gaan we in deze video laten zien. Nou, dan begin ik met deze uitleg over de Opel Combo Edition. En dat is eigenlijk het tweede model en ook eigenlijk wel de meest verkochte uitvoering. Zoals ik al zei, zijn er dus 3 uitvoeringen van de Opel Combo. Dan praten we over de Selection uitvoering, dat is echt het basismodel. En daarboven zit de Edition uitvoering. Nou, het grote verschil met de Edition ten opzichte van de Selection is dat de Edition uitvoering standaard beschikt over cruise control en airconditioning. Nou, als we naar de bediening gaan kijken, dan beginnen we links. En kunnen we hiermee de buitenspiegels elektrisch instellen. Dus dan draai je deze knop naar links of naar rechts. En dan kun je zo de spiegel op de gewenste stand zetten. Daaronder, daar zijn ook de elektrische ramen. Zowel voor de linkerraam als voor het rechterraam. En hieronder, daarmee kun je de deuren nog vergrendelen. Als je bijvoorbeeld ergens rijdt en je zegt van nou hier vind ik niet helemaal prettig. Of als je bijvoorbeeld een lading bij hebt waar je zegt van hey, dat is wel erg diefstalgevoelig. Kun je hiermee ook de deuren vergrendelen. Als je stilstaat, zodat iemand niet de deuren kan openen. De verlichting die bevindt zich hier rechts. Die kun je op automatisch zetten. Daar regelt hij dat helemaal zelf. Maar je kunt hem ook gewoon rechts naar dimlicht toeschakelen. Dat laatste kun je bijvoorbeeld doen als het bijvoorbeeld mistig is. En links, daar zitten nog 2 tandwieltjes. 1 is om de lampen in hoogte in te stellen. En rechts is om de dashboardverlichting wat verder te doen of wat te dimmen. Nou, als we aan het stuurwiel gaan kijken, dan zien we aan de rechterkant hier ook de instelling voor het audiosysteem. Zoals ik al zei, zit ik nu dus in de Edition uitvoering en deze auto is echt helemaal standaard. Dus hier zijn verder geen opties bijbesteld. Wat uiteraard wel kan, maar dat is uiteraard helemaal naar eigen wens. Zoals ik al zei, kun je hiermee dus de radio ook harder en zachter doen. Dat werkt met dit tandwieltje. Dan kun je hiermee ook nog naar de voorkeurszenders ook bij langs. Je kunt hiermee ook wisselen van radio naar USB bijvoorbeeld. En hiermee kun je het geluid ook nog stilzetten. Het standaard radiosysteem is ook voorzien van Bluetooth. Dan kun je de telefoon ook koppelen via de Bluetooth. Kun je heel makkelijk hiermee de telefoon mee opnemen of via de spraakbediening. En aan de linkerkant, daarmee kun je de cruise control dus inschakelen. Zoals ik al zei, heeft de Edition dat dus standaard. Gaat heel makkelijk. Deze knop, die druk je eigenlijk het eerst in. Dan verschijnt daar op het display verschijnt ook een symbooltje. Nou, zodra je de cruise control wil inschakelen, je rijdt bijvoorbeeld 80, dan doe je dit tandwieltje naar beneden. Dan wordt het lampje groen en dan geeft hij naar aan, of dan rijdt hij dan op grond op de cruise control. Weer dan bijvoorbeeld harder, stel voor als je een 100 mag, dan kun je hiermee nog wat snelheid bijgeven. Of andersom, als je 100 rijdt, wil weer naar 80, kun je hier weer wat snelheid verminderen. Nou, om de cruise control er weer mee af te halen, dat kan heel makkelijk. Dat kan dus via de rem of de koppeling, als je die langdurig indrukt, of via deze knop. Ja, dus bedoel ik met de koppeling mee, dat je nu wel kunt schakelen. Dus stel voor dat hij in de 4 staat en je wil naar de 5, dan kun je heel makkelijk nog schakelen, zodat hij gewoon op de cruise control blijft. En hieronder, daar bevindt zich nog de snelheidsbegrenzer. Dus bijvoorbeeld rij je in een zone waar je niet harder mag dan 30 km/u, dan kun je deze ook inschakelen, zodat de auto niet harder gaat dan 30 km. Nou, het achterstuur, daar bevindt zich ook de richtingwijzer. Dat werkt hiermee, maar deze knop is ook nog voor om het door de boordcomputer heen te gaan. En de boordcomputer die bevindt zich daar in het midden. Wanneer je met deze hendel aan hem draait, zie je inderdaad alle andere gegevens. Dus gegevens van wat is het verbruik, hoeveel kilometers kan er nog rijden betanken, de dagteller, al die gegevens kun je hier heel makkelijk mee zien. En je kunt ze weer resetten door middel van deze knop in te drukken. En als we het display gaan kijken, zien we aan de linkerkant, daar zien we het toerental. En aan de rechterkant, daar ook de snelheidsmeter. De snelheidsmeter geeft je ook in het midden ook digitaal aan. En daarboven de kleine meters is links voor de brandstof en rechts voor de motortemperatuur. Nou, er zijn hieronder ook nog 2 knopjes. 1 met 3 nulletjes, daarmee kun je de dagteller ook weer op 0 zetten. En de linkerknop, daarmee kan ik eigenlijk een voertuigcheck uitvoeren. Daarmee kan ik zien van wanneer de auto weer voor onderhoud moet. En ook hoe het niveau is van de AdBlue. En wanneer deze bijvoorbeeld weer gevuld moet worden. En aan de rechterkant, daarmee kan ik de ruitenwissers kan ik daarmee bedienen. Nou, dat werkt heel makkelijk. Wanneer ik 1 tikje naar beneden toe, gaat die 1 keer. En omhoog kan ik verschillende standen doen op verschillende snelheden.
Nou, en hier zien we het standaard radiosysteem met Bluetooth van de Opel Combo. Uiteraard is er ook nog een luxe systeem voor beschikbaar. Dat is het systeem met navigatie. Die ga ik zo ook laten zien. Maar dit is dus het standaard radiosysteem waar die mee afgeleverd wordt. Het werkt met verbinding aan het stuurwiel zoals ik net verteld had. Maar je kunt inderdaad hier ook gewoon hiermee harder en zachter kun je ermee instellen. Je kunt naar de band toe inderdaad. Heb je verschillende de AM, FM. En je kunt inderdaad hier ook nog instellingen doen over het geluid. En natuurlijk ook over de radiosenders. De radiosenders kun je heel makkelijk hier programmeren onder 1 tot en met 6. En als ik een telefoon wil koppelen, dan druk ik hier gewoon op de knop menu. Dan verschijnen hier een aantal instellingen. Ik ga hier naar de Bluetooth toe. Ik druk hier op OK. En dan kan ik zoeken naar een extern apparaat. En dan kan ik met mijn telefoon het apparaat vinden. En zo kan ik hem connecten. Rechtsonder, daar bevindt zich ook nog een USB-aansluiting. Zodat ik ook nog muziek kan luisteren. Eventueel via de telefoon of natuurlijk via een USB-stick. Nou, hieronder daar bevinden zich ook nog de alarmlichten. En hier ook nog om de deur, voordeuren te vergrendelen. In het begin liet ik zien hoe het met de achterdeuren ging. Maar dit is ook inderdaad voor de voordeuren. Kan ik ook instellen dat die automatisch gaat. Dus wanneer ik dus de auto start en wegrijd, dat die automatisch op de vergrendeling gaat. Dat doe ik heel makkelijk om deze knop ingedrukt te houden. Na een tijdje hoor je een pieptoon. En dan is het in of uitgeschakeld. En de kachelbediening die bevindt zich hieronder. Standaard heeft dus gewoon een airconditioning systeem. De luxe uitvoering gaan we zo ook laten zien. Die heeft een klimaatcontrole wat mogelijk is. Maar deze uitvoering heeft dus een airconditioning standaard. Hiermee kan ik aangeven hoe hard ik de aanjager wil hebben. En aan de rechterkant kan ik een indicatie geven van de temperatuur. De airconditioning die bedien ik hiermee. En hiermee kan ik regelen waar ik de lucht uit wil hebben. Het kan bijvoorbeeld bij de voeten zijn. Of bij het, aan de voorkant zeg maar. Of tegen de ramen. Dat is net wat ik dan wil. Om te recirculeren van de lucht, dat kan hier en daar mee gebeuren. En aan de rechterkant, daar is een spiegelverwarming waar ik daarmee kan inschakelen. Tractiecontrole, die bevindt zich hier boven. Daarmee die kan ik nog dus naar uitzetten. Standaard staat hij aan, hè, dat het wiel in te gaan spinnen. Maar ik kan hem uiteraard hier dus mee uitzetten. Nou, we zitten momenteel dus in de Edition uitvoering met een 75 pk dieselmotor. Dat is ook de instapmotor. Die heeft 5 versnellingen, waarbij de achteruit naar rechts en dan naar beneden wordt ingeschakeld. Hij is ook nog leverbaar in een 100 pk en een 130 pk automaat. Nou, dan zijn we nu aanbeland in de luxere uitvoering. En dat is de Innovation uitvoering. Nou, het verschil met de Edition en Innovation zijn inderdaad, is inderdaad dat de Innovation die beschikt over een aantal veiligheidssystemen wat hij dan meer heeft. Daarnaast ook over lichtmetalen velgen wat hij dan ook heeft. Automatisch groot licht, parkeersoor achter en ook zijn de bumpers aan de buitenkant in een kleur. Het model waar we nu in zitten is dus een automaat. En de automaat, de werking ervan, die bevindt zich als volgt. Hij staat dus in de P, dus de parkeerstand. Wanneer ik de voet op rem, kan ik hiermee inderdaad ook naar de R van achteruit, de neutraal en daarna ook de D van drive. Maar ik kan hem ook op de manual stand zetten. En daarmee kan ik dus handmatig schakelen. En dat gaat via de schakelflippers die achter de stuur plaatsvinden. Nou, voor de rest is qua werking is eigenlijk allemaal heel veel hetzelfde. En wat meteen opvalt is dat deze auto ook voorzien is van een navigatiesysteem. En dat is ook mogelijk. Zowel bij de Edition uitvoering als bij de Luxe Innovation. En het navigatiesysteem is dus met heel Europa. De kaartupdates zitten daar ook 5 jaar lang zitten er ook bij. En het is ook volledig met touchscreen. Hier aan de zijkanten zitten ook een aantal functies. Ook voor het audio. Ook voor de navigatiebestemming uiteraard invoeren. Ook de mogelijkheid tot Apple CarPlay en Android Auto. De instellingen en ook voor de telefoon. Het is een prachtig groot scherm. En alles werkt heel makkelijk. Je kan hieronder, kan je gewoon, als je hierop drukt, kan je heel makkelijk het adres kan je hier invoeren. En vergeet niet om altijd hier op de vinkjes te drukken. Nou, we hebben hier van dit systeem ook een video gemaakt. Ik zal hem hierboven uiteraard ook even linken, zodat jullie ook in alle rust kunnen bekijken hoe dit allemaal werkt. Nou, wat ook heel mooi en handig is, is het head-up display. En het scherm dat komt hierboven. Die geeft onder andere aan hoe hard je er mag rijden, ook hoe hard je rijdt. En ook andere veiligheidssystemen geeft hij inderdaad aan. Het voordeel van dit systeem is dat het heel mooi overzichtelijk is. En dat er altijd ook je ogen op de weg blijft houden. Om dit in te stellen zit hier naast de verlichting zit nog een extra schakelaar. Om het juiste beeld in hoogte te verstellen. En ook qua donker of qua licht. Nou, wanneer je zegt van ik wil het scherm helemaal weg te hebben. Druk je net zo lang op het maantje. Er staat ook close bij. Om het donker te krijgen. En dan klapt hij automatisch naar binnen. Uiteraard als je de auto uitzet. Gaat hij ook automatisch weer naar binnen toe. Nou, deze auto is ook voorzien van het keyless entry systeem. En dat werkt hiermee. Dit makkelijk systeem hoef je inderdaad geen sleutel in contact te doen. De sleutels hou je dus gewoon bij je of in de tas of waar dan ook. En hiermee kun je de auto starten of uiteraard weer uitschakelen. En ook is deze auto is hierbij besteld een achteruitrijcamera. Nou, en die werkt dus als volgt. Wanneer ik deze in het R'tje zet, dan zie ik hier heel mooi wat er achter mij bevindt. Het
autootje geeft ook aan hier aan de zijkant waar een obstakel is. En dit zijn ook mijn stuurlijnen. Nou, zodra ik hem bijvoorbeeld weer in de D zet of bij de hand geschakeld of gewoon weer in de versnelling, dan zie je dat na een tijdje het scherm weer uitgaat en overgaat op de andere functies. Nou, ook hierbovenin kun je dus de bediening van ook van de binnenverlichting kun je dus regelen. En deze auto heeft ook nog Opel Connect. En Opel Connect is een systeem wat automatisch dus al geactiveerd is als u de auto ophaalt. Waarbij twee knopjes heeft. Dus aan de linkerkant noemen we de Beacon. Als je die knop indrukt, dan wordt u uiteraard gelijk doorverbonden met de ANWB alarmcentrale. Mocht u pech onderweg hebben. Ja, we gaan er uiteraard natuurlijk niet vanuit. Maar mocht het gebeuren, dat kan natuurlijk ook een lekker band zijn. Dan kunt u met hun contact opnemen, zodat ze alles kunnen regelen. En aan de rechterkant is ook nog de SOS-knop. En als je die knop indrukt, dan word je uiteraard gelijk doorverbonden met de 112 alarmcentrale. Mocht er een noodsituatie zijn, dus mocht er een ongeluk bijvoorbeeld zijn, dan gaat er automatisch een signaal naar de 112 alarmcentrale, zodat ze ook uiteraard de locatie kunnen zien en zodat ze ook snel ter plekke kunnen komen. Nou, Opel Connect is nog niet standaard. Uiteraard los te bestellen of inderdaad in het pakket via het navigatiesysteem. Nou, in het midden daar bevindt zich ook de handrem. En aan de zijkant is ook de standaard passagiersstoel. Eventueel is ook nog mogelijk om een bank erbij te bestellen. Dan zie je dat er geen mechanische handrem dan mogelijk is. Maar dan krijg je dus een elektronische handrem. Nou, verder zie je dat de Innovation uitvoering een stuk luxer is dan de Edition uitvoering. En dat is natuurlijk net wat er belangrijk is. De Edition heeft natuurlijk al heel veel. Dan moet je denken natuurlijk aan een telefoonsysteem. Waardoor je de handsfree kunt bellen. Airconditioning, cruise control. Allemaal punten die de Edition uitvoering ook heeft. Maar wie net in dat meer luxe. Ja, dan daarvoor is de Innovation uitvoering. En die is natuurlijk aan de binnenkant luxer. Maar ook aan de buitenkant. En daar zullen wij ook binnenkort een video van maken. Zodat je ook daarin de verschillen kunt bekijken. Nou, ik hoop hiermee een duidelijke en leuke uitleg te hebben gegeven over het interieur van de Opel Combo. Nou, mocht er nog aanvullende vragen zijn, typ ze heel makkelijk hieronder in of stuur een mail naar hendrik@liewesroden.nl. Maar natuurlijk ben je ook van harte welkom om bij ons langs te komen aan de Centuba Noord 133 in Roden. Nou, volgende week verschijnt er weer een nieuwe video met uitleg over een Opel systeem of een Opel model. Nou, wil je als eerste bericht krijgen, vergeet niet te abonneren te worden. Dat kan heel makkelijk via de knop die nu in het scherm komt. Super bedankt voor het kijken en tot volgende week.